Ik heb zo'n scheerapparaat wat ook een trimapparaat is. En er zit een normaal mesje op, die ligt hier ook naast. Alleen dit mesje kan er niet meer op, want die is afgebroken. Zo'n mesje kost 15 euro en dat was voor mij als start van de week zeker helemaal onbetaalbaar. Gelukkig vond Ricardo nog een oud mesje en scheerschuim. Maar het drukte hem wel direct met zijn neus op de feiten. Je gaat op een heel andere manier naar geld kijken. En ook je merkt ook hoeveel dingen eigenlijk geld kosten. Toen ik afgelopen woensdag naar mijn werk ging in Arnhem, was ik 7,20 euro kwijt voor een retourtje. Dat is echt een aanslag op je budget. Dat is meer dan wat ik gemiddeld per dag te besteden heb. Ik heb gemiddeld per dag 7,14 euro te besteden. Naast zuinig boodschappen doen, betekent dat bijvoorbeeld ook nee zeggen tegen een uitnodiging om met vrienden ergens iets te gaan drinken. Nu is het voor mij maar een week, maar voor iemand voor wie dit een langere tijd is, nou dan is het echt dat het zo ontstaat een sociaal isolement. Het geld dat Ricardo deze week heeft uitgespaard, gaat naar het armoedefonds. Zou iedereen dit eens moeten doen? Iedereen die in ieder geval modaal of bovenmodaal verdient, ja, doe dit maar eens.